halverwege de 17e eeuw loopt u vast. En mijn vraag is eigenlijk altijd aan een zaal van wie is er nou in zijn eigen rechte lijn voor 1650 gekomen? Ik schat dat het een kwart tot een derde is. Ja, zie je wel. Klopt precies. Klopt precies. En toch is dat jammer. Er zijn eigenlijk vier redenen waarom je onderzoek vast kan lopen. De eerste reden is het meest makkelijk. Je voorouders komen uit het buitenland. Ja, dan houdt het hier in Nederland op. Moet je ergens anders gaan zoeken. De tweede reden is dat je iemand niet verder kunt vinden, maar dan komt hij uit een andere plaats in Nederland. En het probleem is dan uit te zoeken welke plaats. De derde mogelijkheid, en daar heb ik nog al eerder hier een lezing over mogen geven, dat betreft de naamsverandering. Je trapt vaak in een valkuil, en het is mij pas ook nog weer eens overkomen, dat je iemand zoekt op een verkeerde naam. Pas heb ik de afgelopen weken nog moeten ervaren dat met name in het oosten van Brabant of het oosten van Gelderland de normaalste zaak van de wereld is als mensen in hun leven twee of drie verschillende familienamen blijken te voeren. Ja, en daar kun je 10 jaar zoek mee zijn, hè, voordat je dat vindt. En de laatste mogelijkheid waardoor je niet verder kunt komen, ja, dat is de meest trieste, vind ik altijd. Het gebrek aan bronnen. Daar houdt het op. Maar in 2 van de 4 gevallen valt er dus best wat aan te doen. Ik ga u meenemen naar 2 interessante websites die veel materiaal bevatten voor 1650 en zelfs voor 1600. En daarbij gaat Leonard mij assisteren. Die 2 websites die zijn daarom zo interessant, omdat u er allebei, in allebei de gevallen, er zo zelf bij kunt komen. De eerste is de website van de Hollandse Genealogische Databank, afgekort HOGENDA. Die heeft een besloten en een openbaar gedeelte. Het feit dat een deel besloten is, komt omdat wij al 70 jaar lang leden hebben gehad, waarvan de meeste al overleden zijn, die in hun werkzame leven erg veel werk hebben gemaakt van het transcriberen van rechterlijke, notariële archieven en belastingarchieven. En ja, dat zijn werkzaamheden, daar zit je met auteursrechten, pas na 75 jaar zijn die vrij en kunnen we die openbaar geven. Vaak kunnen de auteurs die overleden zijn dus geen toestemming meer geven, dus ze moeten wel 75 jaar gesloten blijven. Maar ik ga het voornamelijk hebben over de openbare gedeelte van Novemba. En dan al eerst de bronnen. Als je dit bron eens even aanklikt. Het werkt heel simpel. U zoekt op in een plaats. U zit bij de bronnen. En zo werkt dat hele systeem van HOGENDA. Alle kopjes zijn gewoon alfabetisch, lexicografisch ingesteld. En als we, laten we zeggen, een plaats willen hebben. Mag het gordijn niet dicht? Ja. Als we een plaats willen hebben waar we benieuwd naar zijn wat er allemaal van is, dan zou ik zeggen pak de letter M er is. M van Marinus. En dan moeten we eens helemaal afscrollen. En dan zoeken we Maasland. Gaan we eens naar Maasland. Nou, eens kijken wat er allemaal van Maasland is. U ziet daar de courieren van de 10e en 100e penning en een heleboel stukken uit rechtelijke archieven, civiele zaken. Er staan ook nog doopboeken op
En wat er niet op staat, wat er natuurlijk wel opkomt, is een vondst die een paar maanden geleden gedaan is van een doopboek van de Rooms-Katholieke Kerk in Maasland. Iemand die was aan het zoeken, nou, je houdt het niet voor mogelijk, die heel dichtbij in Eemnes. En die kwam haar familienaam tegen. Wat doet mijn familie nou in Eemnes? Nou, toen bleek dat ze verder zocht, dat ze allemaal namen tegenkwam uit haar zoekgebied in Maasland. En toen bleek dat 300-400 jaar geleden een pastoor die uit Maasland was weggejaagd door de gereformeerde overheid, die had het boek meegenomen. Was eerst nog een tijdje bezig geweest in Culemborg en Ewerik, dacht ik. En uiteindelijk belandde die in Eemnes. En in Eemnes gebruikte die het boek van Maasland, wat al die jaren niet, in 10 jaar niet gebruikt was. En zo kon het dus voorkomen dat we tot voor kort niet wisten dat er gegevens waren voor 1720 in Maasland, dat we nu een beschikken over het dood, trouw en begraafboek over de periode 1671 tot 1695. Dus het gebeurt ook in deze tijd, in het jaar 2016 nog, dat er zomaar onbekende dood, trouw en begraafboeken boven water komen. Maar dit is Maasland. Dit heb je dus voor alle plaatsen in het westen en midden van Nederland. En ik zou zeggen, klik er maar eens eentje aan bij de, nou, laten we zeggen, de civiele zaken tussen 1564 en 1583. Ja, open klikken. En ga maar een stukje naar beneden. Allemaal tekst, gewoon makkelijk leesbaar voor iedereen uit de rechterlijke archieven. Soms zit er een index op, niet altijd, maar u ziet het, u zit niet te knoeien met oud schrift, u kunt het zelf allemaal lezen. En dat is ook een van de redenen waarom ze zoveel waarde hebben en dat wij ze niet zomaar op het openbare gedeelte kunnen zetten. Dit komt uit het besloten gedeelte, maar ik heb mijn wachtwoord ingetikt, dus ik kan erin kijken. En als we dat helemaal afscrollen, dan zie je dat je eigenlijk een onafgebroken reeks van het rechtelijk archief op deze website hebt staan, dat het werk is geweest van iemand die al jaren geleden gestorven is. Wij koesteren dat in onze genealogische bibliotheek. We hebben in Delft onze genealogische bibliotheek. En daar kun je alles gewoon nog in boekvorm bekijken. Wij zijn overigens wel bezig sinds een dik half jaar om die genealogische bibliotheek op internet te plaatsen. We scannen ze allemaal met een hypermodern scanapparaat waarbij we in staat zijn om iedere 3 seconden één bladzijde te scannen. Dus als je zo'n dikke pil hebt van 300 bladzijden, nou, het is een kwestie van 300 maal 3 seconden en klaar is Kees. Dan moeten er nog wel wat bewerkingen plaatsvinden. Maar we proberen ze dus allemaal op deze website te krijgen. Dit is de ene kant van de medaille. En als we er nu even uitgaan, uit die bronnen, keren we er straks alweer in terug. Dan gaan we even kijken in de leenkamers. Even vanuit het kruisje. Ja, dan gaan we nu naar de leenkamers. En dan gaan we weer naar de letter M. En dan gaan we weer naar Maasland. En dat weten we helemaal niet meer over. Maasland. Hier vindt u
met de leenkamer, ik geloof al wel van 30 verschillende leenkamers in Holland in de periode 1350, 1650. Sommigen beginnen nog zelfs iets eerder en gaan wat langer door. Vindt u de registratie van de leenopvolgingen van de diverse leenmannen? Naarmate je verder van huis afkomt, dus zo rond 1300, dan zijn dat adellijke types. Maar na 1400 zijn dat gewone mensen die weer van de adel naleenden. En we zullen er eens eentje laten zien die... laten we eens kijken naar het Blois. Nou, is zo'n leenkamer ingedeeld alfabetisch lexicografisch. Dus als je hem afscrollt, dan beginnen we bij plaatsen met de letter A. Meneer Kort, nou, die verdient een standbeeld voor dit werk. Hij is al jaren overleden, was erelid van ons voorgeslag. Nou is dat ingedeeld in Noord-Holland en Zuid-Holland. Dus als je gaat scrollen, dan begin je op Texel. Nou, daar moeten we dus niet zijn, gaan we heel erg naar beneden. En dan komen we op een gegeven moment in Zuid-Holland. Ja. Dan komen we dus Hakersloot zitten we nu, Limmen, oh, we zijn er bijna. West, nee, dan moeten we nog naar beneden. Nee, dan moeten we. We zitten daar nog in Noord-Holland. Je krijgt eerst Noord-Holland, dan krijg je Zuid-Holland. Dus gaan we een heel stuk naar beneden rekenen. Je moet wel op de hoogte zijn van de topografie natuurlijk, hè? Ja, de Lisse lijnen door en dan zal naar Lisse zijn. Maasland. Nou, het is er maar eentje, pech al. Er staat er wel bij van de gegevens over die leen zijn gepubliceerd in ons voorgeslag jaar van 25, nou ja, noem maar op. Maar hier, dan kijken we even naar Monster. Dan ziet u al dat een zekere Dirk Dullard Dirkszoon al in 1386 van die leenkamer van Blois landpachtte. Nou, 12 jaar later staat hij er nog in. En dan weten we in 1400 dat hij overleden moet zijn. Want dan is zijn nicht, zo te zien, of de dochter van Dirk Dullard, bij doden van Dirk haar broer, is de leenvrouw geworden. Dan vind je zomaar dat die Dirk Dullard in de buurt van 7 juni 1400 overleden moet zijn. Nou, dit is ook van te smullen natuurlijk. Nou, wil ik toch nog een keer terug naar Maasland. Dus als we eruit gaan, dan pakken we even een andere leenkamer die meer heeft van Maasland. Ja? En dan gaan we naar Abdis van Rijnsburg. Sorry? Rijnsburg. De Abdis van Rijnsburg. Ja, hij zat daar vlakbij. Ietsje hoger. Ja. Nou, weer hetzelfde verhaal. We gaan in die transcriptie gaan we kijken. Nou, dit zijn alleen maar Zuid-Hollandse lijnen, dus dat is makkelijk. We beginnen bij Aaron de Veen, zag ik. Dus dan zoeken we Maasland weer op. Kijk, dat is andere koek, hè. Er wordt gesproken over 10 moorden land in Maasland. Met de belendingen eromheen.
Dat zijn de belendingen die ze hebben gehaald uit een verbonding kozier uit 1563. Het zal wel waarschijnlijk het kozier van de penning zijn geweest. En daar staat dus precies op hoe de situatie was in 1563. En als we nog iets naar boven naar beneden gaan, dan zien we dat een opdracht is geweest van Clemens van Boekhorst, weduwe Simon Utrelier. Nou, Utrelier ligt vlakbij Maasland. Dan zien we dat in 1424 die familie van de Boekhorst bezit had wat van de abdij van Rijnsburg was. Je ziet dan ook de rechtsopvolger. 1446 blijkt Arnoud van Hodepijl, een bekend figuur uit die tijd. Zoals Clemens van de Boekhorst, zijn grootmoeder. Ja, je zou denken Clementina zou het moeten zijn, maar ja, dat zie je wel meer, Clemens. Met het eerste percel. Dus hij, die Arnoud van Hodepijl heeft het kennelijk van zijn grootmoeder geërfd. En dan kom je weer een eeuw later en dan blijkt dat zelfs de grond in bezit te zijn van Arnoud Dirks van Leiden. Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar je kunt er vergift op innemen dat deze Arnoud Dirks van Leiden, dat dat familie moet zijn geweest van die Arnoud van Hodepijl. Want dit soort onroerend goed bleef praktisch altijd in de familie. Wat er ook gebeurde, als het maar even kon, dan moest er een familielid, die moest de grond overnemen. Lukte dat niet, dan kwam het onroerend goed weer terug bij de leenheer. En die gaf het dan opnieuw in leen uit en dat zie je dan ook geregistreerd worden. Ik geloof dat degene die daaronder staat, monster, eigenlijk nog leuker is. Dus kijk, vanaf 1227 tot dik na 1600 zie je de opeenvolgende rechtsopvolgers van dat stukje grond. En ja, nou is deze niet van mijn familie, maar mijn vrouw komt uit Monster oorspronkelijk. En nou, daar zijn wij via dit systeem terug kunnen komen tot 1425. Dus dat is nogal wat. We hebben jaren vastgezeten op het jaar 1585. En doordat we op een gegeven moment op het cartularium van Monster. En een cartularium is weer een verzameling van kaarten, karta's, charters van mensen die beloofden aan de arme kamer geld van de opbrengst van hun land te storten in de arme kas. Tafel van de Heilige Geest noemden ze dat. Dat konden we 100 jaar volgen in dat cartularium. En toen het cartularium stopte, dat begon ergens in 1475, toen konden we overstappen naar de leenkamers, want diezelfde persoon waar we niet verder meer mee konden in het cartularium, die kwam ook in de leenkamers voor. En vervolgens konden we dus in de leenkamers nog eens een keer 25 jaar verder komen. Ja, dat is natuurlijk smullen. En ik geef gewoon deze twee voorbeelden om te laten zien dat er legio mogelijkheden zijn in het westen van Nederland. Dan praten we over het oude graafschap Holland en Zeeland in zijn meest uitgestrekte vorm, dus dat betreft de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, het westen van Utrecht, de Betuwe en Noordwest-Brabant.
daar kun je dit soort gegevens van de wenkamers allemaal tegenkomen. En dat is een geweldig werk geweest wat meneer De Kort gedaan heeft om al die leenkamers te transcriberen, vervolgens te laten uittikken. Dat hebben we in de jaren 80 en 90 kunnen doen met steun van het Prins Bernhard Fonds. En ja, die hadden als beding van het moet wel openbaar zijn voor iedereen in Nederland. Nou, dat zijn wij dus ook. We zijn openbaar op die website. Die leenkamers, daar kan iedereen vrij in kijken. En dan moet u niet zeggen, ja, maar ik heb daar niks aan. Dan zult u raar kijken. Ik vertelde net nog tegen Kees dat de afgelopen 4-5 jaar tot 4 keer toe mensen in onze bibliotheek hebben gehad die moesten zoeken in een plaats in het westen van Nederland. En waarbij ik de vraag dan wel eens stelde, niet alleen ik, maar ook andere bestuursleden van, ja, maar heb je wel eens in de leenkamers gekeken? Nee, daar hadden ze er nooit van gehoord. Nou, dan ga je vervolgens mensen achter de laptop zitten, zoals Leenert het ook doet. En dan ga je zitten kijken. Welke plaats? Nou, ik heb het u aangegeven, hè, boven die bord. Daar vind je de letter van de plaats. Je zoekt de plaats op en dan ga je kijken. Maar zoals ik net al zei, en misschien kunnen we even terug naar het menu. In Maasland heb je goederen van wel 20, 30 leenkamers. Want Nederland had in die tijd, het westen van Nederland, Holland, had in die tijd wel een stuk of 200 leenkamers. En ja, in Maasland ben je toevallig gezegend, want die hadden dus verschillende leenheren. Het is een heel oud gebied in Holland, wat al heel vroeg in cultuur is gebracht. Het leenhof van Strijen, het leenhof van Voorde, het leenhof van Putten, van Wassenaar. Nou, noem maar op. Soms hebben ze er maar één, maar er zijn er ook bij. En nou zit ik even na te denken wie dat geweest is. Polanen. Ga maar eens naar Polaan, helemaal onderop. Ja. Nou, die had wat geloof ik 20 stukken grond in leen. Dus dan gaan we hem ook weer zoeken. Ben ik terug naar Maasland? Maasland weer. Nou, het begint daar bovenaan met niet naam op Zwevenland, Boudewijn van der Velde. Nummer 48, Dirk van der Hoeven. Nou, de familie van der Hoeven die bestaat nog steeds in Maasland. Die is al traceerbaar tot rond 1300. Nou staat hier helaas geen jaartal bij, maar neem van mij aan dat het wel ergens in de buurt van 1350 moet zijn. En dan nummer 49, het huis waar in vroeger Anselijn woonde. Nou, Anselijn, prachtige vroegmiddeleeuwse naam. En dan zie je dat dat in eerste instantie, gaan we nog een stukje boven. Scrollen maar een beetje naar boven. Als eerste, het juiste jaartal weten ze niet, maar dit moet zoveel, het zal 1350 zijn. Heer Gijsbrecht van de Poel. Na zijn broer Jan, die het leen van zijn vader Anselijn had gekregen. Nou, wat weet je dan? Vader heet Anselijn, die had het al voor, vroeg in 1300. Toen kreeg zijn zoon Jan dat grondstuk in zijn in leen. En later ging dat naar zijn broer Gijsbrecht. Gijsbrecht van de Poel. En dan zien we in 1377... dat een zekere Willem Ogiers gehuurd met Bolle de zaak overgedragen heeft gekregen door Gijsbrecht van de Poel. En wat weten we dan? Dat Gijsbrecht van de Poel priester was. Staat er netjes bij. Zijn broer Jan was kennelijk geen priester, maar Gijsbrecht wel. En vervolgens
zie je daarna een Hugo Ansums en weer een Simon Huygens. Nou, Ansums, Anserijn, de naam Ansums is daarvan afgeleid. Je ziet dat dat allemaal familieleden van elkaar zijn. Het is soms een beetje lastig om te kijken, ja, is nou vader, zoon of is nou oom, neef. Vaak staat het er wel bij. En zo is dit stuk grond bijgehouden tot 1438. Het stuk grond wat daaronder zit, 49 Bies, is ook een hele mooie, bestaat heden ten dagen nog. Daar wordt ook genoemd de Duitse heren, en daar is een kleine toelichting bij nodig. De Duitse heren is gewoon de ridderlijke Duitse orde, die eigenaar was van ongeveer een derde gedeelte van alle gronden in Maasland. Als je ze niet in de leenkamers kunt vinden, dan moet je maar eens in het archief van de Duitse orde gaan kijken. Dan weet je niet wat je ziet, want dat is ook een heel rijk archief. Nou, daar zie je dus een zekere Floris Hermans. En daarna blijkt zijn zoon Gerrit het overgenomen te hebben. We weten niet precies de juiste datum, maar dat moet dus geweest zijn tussen 1358 en 1375. En in 1375 is een zekere Jacob Colijns. Colijn, dat is eigenlijk een oude naam voor Klaas. Nicolaas, het woord kool zit erin van Nicolaas. En die Jacob Colijns die krijgt beschikking over het leen in 1375 en in 1377, een paar jaar later, krijgt hij zelfs helemaal in eigendom. En dan houdt het ook op, die registratie. En dan zie je bij nummer 50 zie je dat nog eens een keer. Dan nummer 50 Bies, dat is ook zo mooi. Klaas Domus uit de Utrelieren. Begint al heel vroeg. De oudste, die, het zou mij niet verbazen als dat nog ergens 1200 zoveel geweest zou zijn. Maar in ieder geval in 1315 staat er een heel verhaal over Floris, een Giesbrecht Bogelszoon. Dus Floris, de zoon van Giesbrecht, en die is weer de zoon van Bogel, is gehuwd met de levende van Klaas Domas Utrelieren. Nou, er staat er een heel verhaal bij. Je zult daar maar op uitkomen. En het is geen zeldzaamheid. Ik zal straks aan het eind van mijn verhaal ook even laten zien waarom ik zelf het, mijn stamreeks kan aantonen tot 1270, de wijze vanaf 1340. Dan nog een stukje naar beneden. Dat is ook een hele bekende in Maasland. De woning waar Klaas de Bruyne uit Burgerdijk, woonde. Nou, wordt helemaal gespecificeerd en daar zie je ook weer een mooi rijtje van leenmannen in de periode 1331 tot 1561. Zit je eenmaal in 1569? Nou, dan kun je via de rechterlijke archieven, waar ik net al een stukje van heb laten zien, kun je wel weer verder aansluiten op de notariële registraties. Maar u ziet het, het loopt allemaal door. Nou, tot 1647, nou, daarna houdt de registratie van het leen op. En ik weet bijna zeker dat als je na 1647 in het notarieel protocol van Maasland gaat kijken, en langs 10 jaar later in 1657, dan is dat leen op een gegeven moment verkocht in eigendom. En dan houdt zo'n registratie natuurlijk op. We hebben het nooit helemaal geteld, maar ik denk dat in de leenkamer ongeveer 50.000 tot 60.000 registraties staan. En allemaal van, zeg maar, voor 1650. We gaan nog eventjes eentje verder, en dan stoppen we hiermee. Wat zegt hij?
Putten. Maar we Putten nog maar eens kijken. Die heeft ook grond in Maasland. Over het algemeen waren dit of kloosters of ja, is niet veel. Hebben we het net al niet gehad? Nee, die hebben we net al gehad. Dat is hetzelfde. Die lijkt volgens mij heel veel op die van Blois. Dus nog even, probeer maar een andere leenkamer. Het mooiste is natuurlijk hè, als je, ja, je moet al die leenkabels moet je afpellen. En nou is Maasland wel heel erg vrij en heel erg rijk qua landen die in leenkabels staan geregistreerd. Maden, die staat onder Putten. Dat ligt bij Den Haag, daar heb je een klooster. En dat klooster dat gaf ook heel veel uit in Maasland. Nou, moet maar eens kijken. Het begint in 1457 en dat is heel wat keer van hand tot hand gegaan. Dat stuk grond. Dat zie je vaak in de familie blijven. De eerste twee, dat is duidelijk, dat is van. Een en dezelfde persoon, maar daarna krijg je Dirk Willems. Nou, en die wordt dan opgevolgd door zijn vader. Hij volgt dan zijn zoon Klaas Dirks, volgt dan zijn vader Dirk Willems op en dat staat geregistreerd. En weer een paar jaar later komt er een Adriaan Jans na aanvankelijk verzuim en overdracht door Klaas Dirks. Er is kennelijk iets fout gegaan met de jaarlijkse registratie, want ze moesten wel jaarlijks moesten ze daar hun leengeld betalen aan de abdij. Nou, en dan komt vervolgens weer wat later een Paul Jans uit Maasland bij het doden van zijn broer Adriaan Jans. Nou, dan weten we dus dat Adriaan Jans in 1541 overleden is en dat zijn broer Paul het overneemt. En in 1556, ja, dan staat er weer een heel verhaal, hè? Adriaan, oma Adriaans dochter, met Adriaan Pieters, woonde in Maasland, bij het doden van haar vader Adriaan Jans, ondanks dat haar oom Paul Jans ermee reeds was beleend. Dus die registratie die is toch wel erg goed geweest. Nou, en dat loopt dan zo'n beetje door, het blijft een hele tijd in de familie. En dat stopt pas in 1732. Op het moment dat ze hier stoppen, moet je dus gaan zoeken of in het rechterlijk archief bij de Schouten Schepenen, of in het notariële archief. En dan kun je er na dat stuk grond mee vellen. En nogmaals, het bleef bijna altijd in de familie. Meestal staat het erbij, niet altijd, maar als het er niet bij staat, dan kun je er bijna toch wel zeker van zijn dat het een of andere aangetrouwde neef of nicht is die de grond heeft overgenomen. Nou wil ik nog even terug naar de bronnen. Want over die bronnen van, wat is het? Klik de bronnen maar eens aan. Ja? Nee, dat is niet gelukt. Ja. Nou, dan ziet u weer het overzicht. Die lettertjes staan voor de plaats waar we bronnen van hebben. De bronnen die wij hebben, die zijn ruwweg te verdelen in twee soorten. Financiële bronnen en niet-financiële bronnen. Toen we ermee begonnen, in 2007,
toen ja, hadden we niet gedacht dat het zo'n vlucht zou nemen. Dus alles wat bron was, stopten we daaronder. Maar tegenwoordig zijn we tot inzicht gekomen, en we gaan het er binnenkort splitsen, dat het verstandiger is om onderscheid te maken tussen financiële bronnen, dus kolieren om de tiende penning, verpondingen, hoofdgeld, morgengeld, noem maar op. En de overige bronnen, de rechterlijke archieven, de notariële archieven, de weeskamerarchieven. Want ja, als je rijk en groen door elkaar zet, dan is, zie je vaak door de bomen het bos nog niet. Nou, zo, roep je maar, welke plaats zullen we eens gaan bekijken? Velzen. Velzen. Nou, eens kijken of we wat van Velzen hebben in de bronnen. Jongens, heeft u pech? Zijderveld. Zijderveld. Nou, dat zou wel eens kunnen hoor, dat wil niet wel. Zijderveld, dat kan ook wel Ziederveld zijn. Nee, het zal wel onder IJ staan, dus iets om iets te doen. Ja, jawel. Nou, daar hebben we de gezinsnotaris, meneer Habert Bruin. Nou, je wil niet, hij rust in vrede. De nazaat van hem is nu de man die verder is gegaan met het scannen van al deze gegevens, zodat ze dus op de website kunnen plaatsen. Hier vind je dus de complete dorpsregistratie van Zijderveld. Uit een bepaalde periode, hè, hij heeft de gezinnen samengesteld uit het rechterlijk archief van Zijderveld, uit notariële archieven en uit de doop, trouw en begraafregisters. Heeft u nog een naam ook die u wil weten? Capelle. Oh, Zijderveld. Ja? Uit den Boogaard. Uit den Boogaard. Dat is natuurlijk ook, ja, die heb ik thuis ook uit den Boogaard. Nou, is dat een beetje lastig? Het kan op de U staan, het kan op de B staan. Weet u ook een voornaam? Ik zit tegen andere mensen, denk ik. Nee, dit systeem is opgezet op voornamen, hè? Ja, ik heb het gezien, ja. Weet u de voornaam van... Nee, echt niet. Ja, dan is het lastig, hè? Je moet wel, en anders moet je het gewoon helemaal doorlopen. Je bent er een uurtje mee bezig, maar dan weet je ook alles van Zijderveld al. Maar ze zullen er best tussen zitten, hoor. Want ik herinner me ook wel dat ze uit die streek komen die uit een boogaard. Maar het is wel leuk, je ziet daar dus de vader en moeder met daaronder de dopen van hun kinderen. En dat zijn gegevens die niet alleen uit de doop-trouw-begraafboeken gehaald zijn, maar ook uit rechtelijke archieven. Maar ik hoorde nog een andere plaats. Capelle. Capelle, aan de IJssel of? Op onder de zee kijken. Tenminste, ik neem aan dat hij... Ja, nou, kijk eens wat we daarvan hebben. Heel veel. Het begint bovenaan met de kohieren van de tiende penning uit 1543 en 1562. Nou, dan de ambachtsheer en ambachtsvrouwen, nou ja, die geloven we wel, want daar stam je toch 9 van de 10 keer niet van af. Maar we hebben al heel oude begraafregisters. 1621, dat zie je niet veel. En dat is letterlijk overgenomen zoals het in een oud schrift in het begraafboek staat. Als je dit zelf moet lezen, dan heeft u het na 2 tellen al gezien, dan begin je niet aan. Maar deze meneer die dat gedaan heeft, en er zijn ook heel veel vrouwen die dat doen hoor, die heeft de moeite genomen, omdat hij zelf kennelijk iets te zoeken had, om dan maar meteen het hele boek te transcriberen.
En dat is de kracht van onze vereniging. We hebben heel veel mensen die, die dit doen. En dat doen we al 70 jaar lang. En vandaar dat we zo'n uitgebreide bibliotheek hebben met dit soort stukken, die je normaal niet vindt. Ik weet zeker dat dit begraafboek niet in de DTB-inventaris van de Kruif staat. Maar wij hebben ze dus wel, dus het is altijd zinvol om eens op zo'n website van Hoogenda te kijken van wat hebben ze daar nou op staan van de plaats waarin ik zoek. En u ziet het is vaak spul wat voor 1650 begint. En je moet er niet raar van staan te kijken dat je spullen te zien krijgt die al beginnen in 1400. Als we boeken vinden, en zo zitten die leden bij ons in de rij, dan gebeurt er wat met ze, dan vinden ze dat een eer om dat helemaal te gaan zitten betalen en dan vervolgens aan de vereniging ter beschikking te stellen. Nou, u ziet het, hè. Het is echt heel mooi zoals dat beschreven is. En daar valt nog wel het een en ander over te vertellen. Hè, van wat betekent het nou, wat daar staat, maar daar moeten we dan lezing aan houden. Ja? U had het over Hollands en Zeeland, zeg maar. Ja. Maar Utrecht valt daar dus duidelijk buiten? Nee hoor. Want zeker de plaatsen in het westen van Utrecht, die horen daar ook bij. Ja. En zelfs daarbuiten. Want gaan we nog even door naar de index. Ja, Maartensdijk bijvoorbeeld. Of, ik ben toevallig gisteren nog in Renen te kijken. Renen is ook wel bij het land. Nee. Maartensdijk niet, maar ga eens naar Renen. Renen, ja. Moest kijken wat we daar aan hebben. Dus ja, omdat daar het domkapitel natuurlijk achter zit. Maar je ziet het, allemaal boeken die in principe voor 1650 al beginnen. En dat is ook ons uitgangspunt in onze publicaties, in ons maandblad. Wij nemen eigenlijk alleen maar artikelen aan waar het begin van het artikel voor 1650 ligt. Want dat is nou juist het probleemgebied waar mensen in vastlopen, rond 1650. Je had ook nog een vraag? Ja? U zei dat dat meer in het westen van Nederland is, maar bijvoorbeeld zit bijvoorbeeld aan Elburg hier. Nee, dan moet u bij de werkgroep Veluwse geslachten zijn. Nou, daar heb ik van de Veluwe hebben wij niks. Vroeger wel wat van gehad, maar wij hebben 4 jaar geleden een besluit genomen. Wij beperken ons gebied tot het oude graafschap Holland en Zeeland in zijn meest uitgebreide vorm. En er zitten wel een stuk tussen die er net buiten vond en er is heen. Nou, dat ligt op de grens met Gelderland, in Utrecht, maar van Utrecht hebben we nog wel wat. Ik denk dat het nu tijd wordt om over te schakelen naar een andere belangrijke website. U heeft begrepen hoe dit systeem werkt. U kunt het gewoon allemaal thuis proberen. Speel er eens mee met die website, Hoogenda. En dan komt u er vanzelf achter. Het probleem van die website is dus alleen voor mensen die daar lid van zijn. Ja. Ja. En hoe gaat dat? Ja, dan moet je. Er zijn twee mogelijkheden. Of je wordt lid van ons voorgeslacht. Dan ben je 37,50 per jaar kwijt. En dan kun je ook op de agenda kijken in het besloten gedeelte. Ja, maandblad, je kunt naar de bibliotheek, fijn, noem maar op. We gaan vanaf januari volgend jaar beginnen met een abonnementstelsel dat je voor 25 euro per jaar. Onbeperkt in de website Hoogenda kunt kijken. En dan krijg je het maandblad er nog bij als cadeau, want dat gaan we ook digitaal uitgeven. Het blijft ook in schriftelijke vorm, maar we gaan het ook digitaal uitgeven. Maar die beslotenheid, ja, dat moet dus vanwege auteursrechten.
dit is een minstens zo belangrijke bron. Was ouder dan Hoogenda. En heel vaak verwijst deze bron naar het openbare gedeelte van Hoogenda. U heeft er wel eens mee gewerkt? Wie heeft er nog nooit mee gewerkt? Nog heel wat. Dan doet u zichzelf tekort. Echt waar. Dit zijn de twee sites van Nederland. Hoogenda en de digitale bronbewerking in Nederland en België. Die je eigenlijk als genealogische onderzoeker onder je favorieten moet zetten. Dagelijks wordt die ook aangevuld. En hoe werkt dat? Nou, u ziet links aan die blauwe balk, ziet u de provincies. In Friesland, maar helemaal door tot aan Limburg. En als je nog verder doorgaat, dan kom je bij de Belgische provincies, want die hebben ze er ook op gezet. Tot Luxemburg toe. En ook internationaal nog wat, maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Nou, ik zou zeggen, ik ga eerst even een algemene toelichting geven. Zou ik zeggen, begin bij Friesland. Klik maar aan bij internet, hè, moet je eraan klikken. Dan zie je, en dat is standaard voor voor deze website, je ziet twee indelingen. Eerst een indeling algemeen en daaronder een indeling per plaats. Ja, ik kan maar even door, dan zie je de Bremen Schotten. Ja, en dan beginnen de plaatsen, hè? Plaatselijke gegevens. Nou, die plaatselijke gegevens, die schenk ik u. Daar staan soms ook, hè, kijk maar op, bij Ameland bijvoorbeeld, oude stukken bij. Maar u moet eigenlijk altijd beginnen met het bovenstuk, als u voor 1650 wil gaan zoeken. En dat staat meestal in een bepaalde chronologische volgorde. Soms heb je er wat aan, soms heb je er niks aan. Ze beginnen daar bij de raadsheren van het Hof van Friesland. Ja, nou, een kans van, wat zullen we zeggen, een 0.25% dat u daar bij terechtkomt. Maar de index schoolmeesters bijvoorbeeld, die dan beginnen in 1600, die is interessant. Klik er maar eens aan. Scroll maar naar beneden, kijk maar wat ze er nog van zeggen. Kijk, dan zie je dus dat het is ingedeeld per gieterij. Gemeente zouden we tegenwoordig zeggen. En daar vind je dus, als u een, wat zullen we doen? Klik de taalje maar eens aan. Dan vindt u dus daar een beschrijving van alle schoolmeesters die ze vanaf 1600 hebben gekend. Schoon maar door. Kijk, dan begint het al. Ja, we zijn al bezig. We zijn al bezig. Het begint al. Ga je stiekem terug. Toch weer terug. Je krijgt eerst een algemeen verhaal en daarna, onder het algemene verhaal, krijg je dus verhaaltjes over de schoolmeester zelf. Wanneer ze benoemd zijn en wat ze deden, of wie ze getrouwd waren. Deze bijvoorbeeld, de oudste bekende rector is Jaap de Roelofs van Dalen. Nou, die was er al in 1545. En er staat ook bij wie zijn vrouw was. En hij is ook burgemeester van Franeker geweest. Nou, let ook vooral op de noten, want daar staan ook hele interessante gegevens over. Je zal in Franeker aan het zoeken zijn.
Nou, 1568 wordt dan benoemd in Johannes Dirk Arcerius. Ja, je ziet het, hè? Het is altijd hetzelfde verhaal als je in de 80-jarige oorlog komt. Kortom, dit is prachtig. Dit heb je van elke Friese plaats. Er is pas ook in Zeeland zo'n boek uitgegeven, zal ook op internet verschijnen. Zuid-Holland zijn er bezig, Groningen zijn er bezig. Je wil niet weten hoeveel schoolmeesters wij hebben gehad. Het onderwijs in Nederland heeft altijd op een buitengewoon hoog pijl gestaan. En die schoolmeesters die hadden vaak meerdere baantjes. Ze waren ook van kosten en grafdelven en nou, weet ik wat ze allemaal deden. Wij hebben ook alle schoolmeesters van Zuid-Holland. Die hebben wij niet persoonlijk, maar die heeft een van onze leden. En die gaat daar binnenkort een boek over schrijven. En er komen ook de Zuid-Hollandse schoolmeesters allemaal op hem laten staan. Maar het geeft even aan wat er allemaal is. En daar praten we al helemaal over. Een vrouwelijke, er is zat over voor 1650 te vinden op die website digitale bronbewerkingen, alias genia.net. Moet u echt op kijken. En zet hem bij uw favorieten, kijk er elke dag in. Er gaat een wereld voor u open. Echt waar. We gaan nog even terug. Ja, wat vinden we er nog meer? Ja, een hele leuke. Dat is iets. Ja, nog één. Ja, de notarissen. Maar dat zijn alleen maar de notarissen zelf, niet hun protocol, maar die afbeelding van archief Nederlandse. Dat vergelijken met de rechterlijke archieven bij ons. En dat betreft dus de criminele, civiele en vrijwillige rechtspraak door de lokale heer. Nou, dat is ook smullen hoor. Dat is echt smullen. Wat voor informatie je daar krijgt. Wat zullen we nemen? Zullen we Slotus nemen? Slotus, een klein plaatsje. Nou, kijk eens even wat er staat. Ze beginnen al in 1599. Helaas moet u het wel zelf lezen. Dat is nog niet zoals bij ons in Zuid-Holland en Noord-Holland. Iemand geweest die dat allemaal aan het vertalen is. Daar zullen ze in Friesland ook wel wat aan gaan doen. Maar ja, de namen kun je vaak wel lezen, maar waar het van over gaat. Ik zie al. De namen kun je lezen, maar waar het over gaat. Ja, je zal maar in Sloten aan het zoeken zijn en vastgelopen zijn in, noem maar wat, in 1640. Nou. Dan kun je, ja. Zeg je? Henna de Radeel. Ja. Ja. Op verzoek gaan we even naar Henna de Radeel. Oh, andere? Ja. Dit is Sloten. Weesboeken zaten er ook tussen, hè? Waren de Radeel? Nee, Henna de Radeel. Henna de Radeel. Ja. Nou, dat zit, daar staat niet netjes op een rijtje, maar ik zie er 1629, 1554, processtuk. Het is er dus wel, hè? Dus vanavond aan werk, zou ik zeggen. Het is er wel. Er is veel meer dan dat u kunt dromen. En vaak wordt hier weer nader verwezen naar andere stukken. Gezien de tijd moeten we wel even verder. Naar de provincie Groningen. En daar werkt het precies hetzelfde. Ook eerst een algemeen gedeelte en daarna de plaatsen. Nou, het algemene gedeelte, daar hebben ze de gesten van het waterschap opgezet en die beginnen al in 1285.
Daar kom je wel namen in tegen en dat is best interessant. Maar over het algemeen is het wel zo dat in het noorden en oosten van het land men niet zo gek veel heeft van voor 1650. En dat is in Groningen en Drenthe is het wel, wel heel erg slecht. De Friesen die hebben nog wel eens wat, wat van voor 1600. Dat hebben we net gezien. Maar in Groningen en Drenthe, Drenthe slaan we nog even over. Overijssel is ook niet rijk. Gelderland bijvoorbeeld. We zijn het Gelderland gaan. Daar beginnen ze al met registen. Vaak betreft dat op adellijke personen, dus daar heb je niet zoveel aan. Dat zie je ook achterlijk en limes. Het huis Berg, het oudste charter, ja, dateert dat al uit de tijd van Karel de Grote, nou, net van na Karel de Grote. En van het huis Berg, ja, daar is een mooie collectie briefresten bewaard gebleven tussen 1419 en 1586. Dat huis is afgebrand. Ja. Ondanks dat het afgebrand is. Dat zullen ze wel ergens anders hebben. Dat ergens anders ondergemaakt. Ja, dat is, ik zoek het ook vrij veel in Gelders archieven en ik ben archiefbronnen tegengekomen op plaatsen waar ik het niet zou verwachten. Ik zoek bijvoorbeeld in Aalten. Nou, Aalten is een kring, want Aalten zelf heeft gewoon een eigen archief. Daarvoor moet je zoeken in het heerlijkheidsarchief van Bredevoort. Dat is een samenraapsel van Bredevoort, Aalten, Winterswijk en Dinxperlo. En dan mag je handen dichtknijpen als je tot pakken weet 1660 komt, de verpondingen verhuren. Maar als je weet hoe het spel gespeeld moet worden, dan ga je kijken in de provinciale archieven, het hertogdom Gelder. Bestond eigenlijk uit vier stukken. De twee grootste waren het gedeelte van Arnhem, rond Arnhem en het gedeelte van Zutphen. En in het archief van de Staten van Zutphen vond ik van de week een prachtig stuk betreffende Aalten. Collier van de leggers van Aalten uit het jaar 1618. Nog nooit van gehoord, nou en ik loop nog een poosje mee op deze, in dit vak. Ik moet er nog naar kijken, maar de omschrijving gaf aan dat het een beschrijving gaf van alle landerijen in het kerspel Aalten met hun grootte en ligging. Dus dat betekent dat de omliggende percelen ook werden genoemd. Nou, ik brand van nieuwsgierigheid om dat eens een keer te bekijken. Dat is 1618. En dan is er ook in dat archief van de Staten van Zutphen nog een oud courier van de 10e penning, nee, de 100ste penning. Dat uit 1643. Nou, daar heb je ook nog wel iets aan. Maar het zijn de enige twee archiefstukken die er van Aalten over zijn gebleven van voor 1650. Ja, en als je dat niet weet, ja, dan blijf je zitten. En het heeft dus zin om, en dat geldt met name ook voor Zeeland en Brabant, de zogenaamde statenarchieven. En de statenarchieven, dat zijn de archieven van de provinciale staten van elke staat van de Verenigde Nederlanden, om die inventaris van die statenarchieven eens door te snuffelen. Dan kom je archieven tegen die in de plaats zelf waar je aan het zoeken bent niet meer kunt vinden. Maar waar vind je die van Brabant dan? Want waren er geen staten van Brabant? Nee, kom ik zo meteen op terug. Nou, laten we nog even naar Zuid-Holland kijken. Nou, Alblasser Waard, daar hebben we nogal wat van. Alblasser Waard en het land van Aarkoer. Nou, daar staan dan ook alle schoolmeesters weer in. Boeiende literatuur. Delfland, het hoogheemraadschap. Het stikt daar van de financiële administraties.
heb ze ook in echt wel gezien. Het is echt geweldig mooi wat daar allemaal bewaard is gebleven. Ik zou zeggen, gaat u het vanavond eens rustig bekijken en laat u verrassen wat er allemaal is. En natuurlijk kun je ook doorscrollen naar beneden naar een bepaalde plaats. Dan vind je ook die archieven wel, maar in veel beperktere vorm. De tijd inderdaad, maar even een half uurtje. Zeeland. Je begint al met boven. Admiraliteit van Zeeland. Index van processtukken. Nou, meestal schippers die het met elkaar aan de stok hadden. En daaronder vendiemeesters en controleurs, dat ging vaak over in beslag van goederen. Personeel, wat ze hebben. Wat je ook ziet, dat is een keer verderop, provincies Zeeland, registen en charters. Nou, daar kun je Jan en allemaal in tegenkomen, net als die site die daaronder staat, de register van de rekenkamer A. Ik heb een jaar of 10, 15 geleden heb ik veelvuldig onderzoek gedaan in de statenarchieven van Zeeland. En dan is het zo dat in Zeeland, maar ook in Holland, en Holland, dan bedoel ik Noord-Holland en Zuid-Holland, die in één. Dat was toen één staat. Daar vind je dus een tweedeling van de archieven van de Staten van Zeeland. De archieven van voor en de archieven van na 1572. Nou, die archieven van na 1572, die leveren bronnen op over plaatsen waar je eigenlijk heel moeilijk gegevens kunt vinden, omdat ze er gewoon niet meer zijn. Die bronnen die kun je daar toch nog vinden in die statenarchieven. Het statenarchief van Zeeland bijvoorbeeld, want het staat hier niet op, maar van voor 1572. Die inventaris kunt u gewoon opzoeken op internet. Daar kom je op een gegeven moment, als je dat helemaal doorloopt, kom je tegen lijsten van geconfinieerde goederen. Ja, wat is dat nou? Nou, dat zijn geconfinieerde goederen. Dat zijn goederen die zijn in 1572 in beslag genomen door de Staten, toen de Staten overgingen van katholiek naar protestant. En dat waren allemaal in beslag genomen goederen van kerken of van gevluchte katholieken. Daar vind je per eiland, per plaats, een overzicht. Het is niet altijd helemaal waterdicht hoor, want soms mis je een paar jaar. Maar je vindt daar dus per eiland, per plaats, een overzicht van alle in beslag genomen goederen, en dat waren er nogal veel, waarvan de oorspronkelijke eigenaar wordt vermeld, dan de vier belendende percelen, dus dan heb je al vijf namen, en dan per jaar de naam van degene die het pacht van de Staten en twee borgen, want je pachtte dan van de Staten een stuk land, wat in beslag was genomen van handen. En dan moesten twee mensen zich borg stellen, dat waren meestal buren of familieleden. En dat vind je dus over de periode 1572 tot 1625. Dat zijn hele reeksen. Nou, ik zat bijvoorbeeld te zoeken in de plaats Ouwekerk op Schouwen-Duiveland. Nou, daar is al, ik weet niet hoe vaak een watersnood geweest, is dus niks. Er is geloof ik nog één stukje doodboek van tussen 1634 en 1638 en heb ik gehad. De rechterlijke archieven, notariële archieven, beginnen pas na 1650. Dus Ouwekerk, niks erin. Maar via die lijst van geconfineerde goederen van de Staten van Zeeland na 1572 zocht ik op Ouwekerk. Ik ben er dagen mee bezig geweest hoor.
zoveel is onvoorstelbaar. Zulke pak. Dan zit er in zo'n pak van 1 jaar, zit dus alles wat in beslag genomen was en verpacht was door de Staten van Zeeland. En waarom werd dat zo goed bijgehouden? Omdat uit de opbrengsten van die pachten werden de traktementen van de dominees en de kosters en de schoolmeesters betaald. Vandaar dat dat zo goed geadministreerd werd. Maar ik heb die familie die ik zocht, die heb ik helemaal erin terug kunnen vinden, 4 generaties erbij. Ja, dat is snoelen natuurlijk. Dus, en dat geldt ook voor Zuid-Holland. Hè. In Zuid-Holland is dat in iets mindere mate, maar ook daar heb je een tweedeling van de statenarchieven van voor en na 1572. Maar dat heet dan de Staten van Holland, hè, want de splitsing Noord-Holland en Zuid-Holland is pas niet van na 1811. Dus de Staten van Holland, daar moet je zowel in zoeken als je in Noord-Holland als in Zuid-Holland bezig bent. Utrecht heeft een gelijksoortig systeem, maar daar ben ik zelf niet zo erg in thuis. Maar ik verzeker u, als u in de Statenarchieven kijkt, voor het eerste inventaris, dan komt u op archiefbronnen waar u alleen maar van kunt dromen, omdat u ze in de plaats waar u in zocht, het nooit kon vinden. Noem maar eens een dwarsstraat in Leerdam bijvoorbeeld. Daar zitten grote gaten in de archieven. Kijk je in de Statenarchieven, nou dan gaat er weer heel wat voor je open. Want daar blijken ze dus die archieven wel te hebben. En ja, hoe ben ik daar eigenlijk in terecht gekomen? Sommigen van u weten dat wel. Ik ben van huis uit hoofdinspecteur bedrijf Belastingdienst geweest. Dus ik heb wat met belasting. En de belastingen die werden altijd in 2-voud opgemaakt. Dus als je een belastingarchief in een plaats niet kunt vinden, dan is de kans best aanwezig dat ze nog in het provinciale archief wel liggen. Want de belastingen die werden altijd, en dat dateert al vanaf de tijd van Karel de Grote, via een vast systeem en via een vaste route geïnd. En dat is juist het leuke, want dan kun je, als je op een volgende belastingregister zet, kun je zien of iemand overleden is of hoe het goed verkocht is, of noem maar op. Maar elk jaar werden dus, of om de zoveel jaar, werden er belastingkopieën gemaakt. En dat noemden we een rol, de belastingrol. En die belastingrol, die had een kopie en dat heette de contrarol. Want die moest gecontraroleerd worden door de staten. Want belastingen werden verpacht aan de heerlijkheden en steden. Die hadden hun administratie, die inden de belastingen, die moesten dat afdragen aan de staten. Maar ja, er ging natuurlijk nog wel eens wat mis. Er waren altijd oneerlijke jongens die het geld in eigen zak wilden steken. Dus het moest gecontroleerd worden en daarvoor diende die contrarol. En die contrarol, die ligt in heel veel gevallen nog in de provinciale archieven, dus in de statenarchieven. En daar komt ook ons woord controleur vandaan. Dit uitstapje, heel nuttig, goed onthouden. Kijk in de provinciale archieven, die hier dan toevallig niet ontstaan. Maar daar gaan werelden voor je open. Er zijn een groepje enthousiastelingen bij ons voorgeslacht, die zijn bezig met het idee uit te werken om na de leenkamerregisters ook de registers van het Hof van Holland te gaan bewerken en toegankelijk maken. Nou, die leenkamerregisters is een karwei geweest. Ik denk dat het Hof van Holland, als je daar aan begint, dat je er 10 keer zoveel werk aan hebt. Dat is zo uit. Nou, moet u zich een voorstelling maken, hè? Als u dit hele, deze hele kamer, als je die vol zet met boeken, dan heeft u de administratie van het Hof van Holland.
En daar willen deze jongens dus aan van beginnen om dat open te leggen. Ik wil nog even met u door naar Brabant. Nou ja, hetzelfde als bij de andere provincies, maar Brabant heeft iets wat andere provincies niet hebben. Dan moeten we eventjes naar de plaatsen toe. Dan moet je eens even stoppen bij Bokstel. Ik zweer u, u bent hier de komende weken avond aan avond mee bezig, hè? Want u gaat het uitzoeken. Bokstel. En ik neem Bokstel omdat mijn familie daar vandaan is gekomen. En dan zult u al heel gauw in de gaten hebben wat voor enorme mazzelaar ik ben geweest. Ziet u het? Afbeeldingen. Dat is het oudste rechterlijk archief van Nederland. Ik heb het thuis dus, hè, want ik heb in een onbewaakt ogenblik heb ik iemand dat archief een jaar of 20 geleden al laten kopiëren. Ze zouden me nu doodschieten als ze wisten. Want het mag alleen maar gescand worden, hè? Het mag niet meer onder fotocopieren praten. Ik heb er zelfs een index op gemaakt. 1393-1400, en dan zit er een kaartje in. Staat nu allemaal op internet. Ik moest daar vroeger altijd voor van Delft naar Den Bosch rijden. Er zitten ook registen bij. Laat even een afbeelding zien van dat rechterlijk archief, de afbeelding. Ja, pak de bovenste maar. Je moet naar 1393. Dus je moet dit nog wel verder scrollen. Ja, nee. Dan krijg je een idee hoe dat eruit ziet. Ja, dat moet je. De eerste? Ja. Goed lezen? Ja. Nou, ik moet zeggen, dit is nog een heel behoorlijk handschrift. Maar je komt. Dit is het zogenaamde potjeslatijn. Want eigenlijk staat hier, Jan geeft aan Piet. En gewone zinnen zoals wij die maken, die maakten ze in die tijd niet. Bijvoorbeeld de naamwoorden en lidwoorden, dat vergaten ze vaak. En nou gaan we even terug. Haal hem eens weg. En dan gaan we de vertaling erbij zoeken. Oh, ja, de registerrechtelijke archief, ja. Zie je, dan kom je weer terug. Nee, daarnaast. Heel wat hoger aan. Ja, ook weer bij 1593. Ja, daar komt hij. Krijgt u de vertaling? Dat heeft Jan Kruikens gedaan. Die had in Chili niet beter te doen dan. Die liet foto's komen. En die ging wat hij net zag, ging hij dus in zijn eentje zitten vertalen. Ga ze naar beneden. Nou, dat weet ik. Dat waren dus de eerste twee stukken die u er net zag. Jan van Lussel, zoon van Weide Diederik van Lussel, belooft als schuldenaar aan. Nou, is dat mooi. In dit stuk tussen 1393 en 1400 kwam mijn familie 7 keer voor. Ja, en dan begrijpt u dat als je eenmaal hier bent, 1393, dat je makkelijk kunt overstappen naar de zogenaamde Bosse protocollen. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Ja. Niet al te veel. Ja, geen Bosse bollen zijn. Nee, de Bosse protocollen, dat zijn
niet te verwarren met de bossen rechterlijke archieven, want dat zijn de echte rechterlijke archieven van Den Bosch zelf. Die staan overigens wel op de digitale rondrekening. De bossen protocollen, die staan er niet op. De bossen protocollen... Staan tegenwoordig bij BHIC. Ja, maar alleen maar van een paar plaatsen. Want als ik diezelfde Jan Perkins, die heeft ook alle bossen protocollen van bijvoorbeeld Oorschot en Best erop gezet. En er zijn nog een paar plaatsen waar hij mee bezig is. De bedoeling is dat ze uiteindelijk wel integraal er ook op geplaatst worden. Maar de bossen protocollen die beginnen al in 1367 en die lopen onafgebroken door tot 1811. Ja, je zal maar in het gebied rond de boswijnen, en mijn familie woonde daar. We woonden in Bokstel, Sint-Pieters-Gestel. En ja, ik was dus vastgelopen hier bij een enkeldrecht van Desselaar in 1393. Ik wist alleen dat hij nog de zoon van een Kevin Vos was, maar meer wist ik niet. Dan zeg ik, ja, maar 1393 is toch mooi? Ik had het gevoel dat er nog meer in zat, dus ik ging zoeken in de bossenprotocollen. Die bossenprotocollen die zijn qua indexering ingedeeld in twee stukken. Het stuk tussen 1501 en 1811, dat is wat lastig omdat daar per protocol, per jaar, één index gemaakt is met alleen maar namen. Van heel het gebied waar die bossen en Latijnissen over spraken. Zit je eenmaal voor 1500, dan kun je werken met het ouderwetse, geweldige kaartenbaksysteem. Daar hebben ze twee kaartenbaksystemen, eentje op naam en eentje op plaats. Nou, op naam, dat heeft alleen maar zin als je een geslachtsnaam hebt. Want als je Aart Pietersouw hebt, dan heb je geloof ik twee kaartenbakken vol met Aart Pietersouw. Maar als je een geslachtsnaam hebt, dan heeft het zin om op naam te zoeken. Heb je die niet, dan ga je op plaats zoeken. Van elke plaats heeft men 1 tot 4 kaartenbakken tussen 1367 en 1500, waar echt van ieder persoon die men in dat bossenprotocol in die plaats is tegengekomen, de naam heeft vermeld. En dat zijn geweldige bronnen. Ik heb daar door dat systeem heb ik kans gezien om 3 generaties er nog bij te vinden. En vandaar dat ik dus weet dat mijn oudste voorvader ergens uit in de buurt van Leuven vandaan moet zijn gekomen. Die zal geboren zijn rond 1270, is rond 1300 door de hertog van Brabant met een groep mensen naar Den Bosch gestuurd om de noordgrens te verdedigen tegen die vervelende Hollanders en Gelders die iedere keer maar binnenvielen. Dankzij, en dat zal ik straks nog even laten zien, dankzij het Seinsregister van die hertog van Brabant uit het jaar 1340 weet ik dat die goede man in 1340 al overleden was. Waarschijnlijk is hij in 1330 al overleden. Door de actes van het bossenprotocol, dit is dus nog steeds het rechtelijke archief van Bokstel, hè? Maar door de actes van het bossenprotocol kwam ik erachter dat er een aantal boedelscheidingen had plaatsgevonden. En ik heb alle mazzel van de wereld gehad, want het begint in 1367 en in 1368 stond er al een nadere boedelscheiding van mijn tweede voorvader helemaal uitgebreid beschreven. Dus het is precies hoeveel kinderen die had en met wie hij getrouwd was geweest en ook wie zijn vader was. Kortom, die bossenprotocollen, je zou willen dat men dat overal in het land had gedaan, maar ja, het systeem van registratie in het Hertogdom Brabant was
vele malen geavanceerder dan bij ons in Holland, laat staan in de andere gewesten. Het systeem dat wij in Noord-Brabant hebben, is volledig te vergelijken met het systeem van de Belgische provincie Antwerpen en de Belgische provincie Vlaanderen, de Belgische provincie Brabant. Want wat men in Den Bosch heeft, heeft men ook in Leuven en in Antwerpen en Brussel. En dat zijn geweldige bronnen waar je gegarandeerd altijd wel tot voor 1350 zou kunnen komen. Die familie die is eigenlijk altijd tot 1831 in Brabant gebleven en daarna zijn ze pas naar Holland verhuisd. Dus u begrijpt wel dat ik mag dan een goed onderzoeker zijn, maar als je niet een portie geluk hebt, kun je nog zo goed zijn, dan kom je er niet, hè. Je moet ook het geluk hebben dat je in een gebied bent waar de bronnen voorradig zijn. Maar zoals ik u net al een paar keer heb geprobeerd aan te geven, er zijn meer bronnen dan wij denken. Alleen je moet er wel naar zoeken. Je moet eerst naar de bron blijven zoeken. Want is er nog wat van die plaats? En waar is dat dan? En als het in de plaats zelf niet is, vaak in de provinciehoofdstad, in de statenarchieven. En in Brabant heb je dan, want dat bossenprotocol, dat heeft jaren op het provinciale archief gelegen. Ja, maar het ligt nu al sinds de jaren 15 in het stadsarchief van Den Bosch. Want, zei de gemeente Den Bosch, het is wel van ons, hè. Het is niet van, het mag wel de hele provincie een beetje bestrijden, maar het is een bosarchief en wij willen dat bosarchief in ons eigen stadsarchief hebben. Dus als u naar het stadsarchief in Den Bosch gaat, dus als u wat in Brabant te zoeken hebt en u zit, maakt niet uit, als u maar voor 1811 bent, dan kunt u daar al zoeken. En dan vindt u tussen 1367 en 1500, vindt u echt over twee muren, vindt u zo hoog, allemaal kaartenbakken met namen en plaatsen waar u heel makkelijk in kunt zoeken. Komt u in de periode 1501 tot 1811, dan moet u per jaar, zult u de index door moeten lopen. En daar staat alles door elkaar, alle plaatsen staan door elkaar. Maar er is in ieder geval een index op. Het is niet zo dat je moet beginnen met plaatje voor plaatje van die dikke protocollen door te zeulen. En die indexen die zijn wat dikker. En die geven alleen de naam en de soort transactie aan. Dan wordt u verwezen naar de bladzijde in het protocol. Ja, en daar kunt u het verder naar zoeken. Maar dat zijn bijzonder rijke archieven. En zelfs in delen van Gelderland kwam het daar. Je komt nogal wat Betuwse plaatsen kom je ook tegen. Een paar in Noord-Limburg. Echt een bezoek waard. Dus als u wat in Brabant te zoeken hebt en u loopt vast, ik geef u 50% kans dat u in Brabant uw onderzoek weer kunt hervatten. Heel Brabant? Huh? Ja, met die kant uit? Ja. Oh, ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Okay. Hoe dichter bij het bos, hoe dichter je bij de bos komt, hoe meer er is. Hoe dichter je bij de bos komt? Ja. En ik zat dus voornamelijk in Sint-Nicolaas-Gestel en Bokstel en Gemonde. Gemonde was een afzonderlijke parochie. En daar hebben toevallig mijn ouders, mijn voorouders gewoond. Het is nu een onderdeel van Sint-Nicolaas-Gestel, maar je moet voornamelijk naar parochies kijken. Hè? Gemonde was een plaatsje, een heel oud dorpje, dat dateerde vanaf de Romeinse tijd. Dat viel onder vier heerlijkheden. Bokstel, Sint-Nicolaas-Gestel, Sint-Oederode en Schijndel. Bokstel was een baronie, maar de andere waren heerlijkheden. En midden in dat dorp komen dan die vier gemeentegrenzen, die heerlijkheidsgrenzen komen samen. Dus als je in Gemonde zit, dan heb je kans dat je alle vier die plaatsen door moet lopen. Nou woonden ze bij mij of in het Gestelse gedeelte of in het Bokstelse gedeelte.
Ik heb tot op de vierkante centimeter nauwkeurig maar kunnen vaststellen waar ze gewoond hebben. Nou, dat is toch uniek. Dat is echt uniek. We gaan nog even terug naar het stukje helemaal bovenin. Dan zoeken we op de seinsregister van de hertog van Brabant. Scroll maar. Boven is het donker. 1340. Nou, daar stond er wel bij. Hè? Stond bij dat het een indrukwekkende, en daar is geen woord van gelogen, analyse en bewerking van Martin van Asselbroek is geweest. Die zat ook ergens buiten Europa en die heeft gevraagd, mag ik een kopie krijgen van het seinsregister? Dan ga ik dat wel even voor jullie vertalen. 1340. Nou, klik er maar op. En dan gaan we eens kijken bij. Ik vergeet het altijd. Nou, Korten. Wie? Korten. Het was. Korten. Nou, weet ik niet of het. Ik vergeet het iedere keer. Eén van die twee. Maar klik de eerste maar op. Het is wel leuk om te zien. De school, maar. Het is netjes helemaal opgeschreven wie er seins, dus belasting, moest betalen aan de hertog. Nou, dan moet daar ergens onder staan een Jan Ridder. Het staat alfabetisch op voornaam, dus ik denk dat ik de tweede moet hebben. Ja. Dit is Hendrikus Ridders. Ik heb nummer 1. Dus dan, je moet bij de J kijken. Jan. Ja. Ik heb geen Jan. Dan moet je andere standen. Dan moet je andere standen. Dan moet je Jan. Oh. Ja, tik eens, zoek eens op Geron. Dubbel 1. G-E-R-O-N. Geron, ja. Waar was hij dan? Ja, die heb hem. Oh ja, die 29. Dezelfde van het erfgoed van Wijlen Johannes de Ridder. Militair, hè? Hij was militair. Nou, die man, het is ongelooflijk. Ik weet van hem dat hij twee keer getrouwd is geweest. Zijn eerste vrouw heette waarschijnlijk Geertruida, want van zijn drie zoons uit zijn eerste huwelijk heeft hij twee kinderen die Geertruida heten en één kind dat Gerrit heette. Ik weet dat hij vervolgens voor de tweede keer getrouwd is in Gemonden. Want hij is als militair vanuit waarschijnlijk Leuven naar Den Bosch overgeplaatst. Daar heeft hij dan zijn tijd uitgediend. Daar woonde hij met vrouw en drie zonen. Zijn vrouw is overleden en toen is hij hertrouwd met een zekere Sophia uit Gemonden. En die Sophia, daar had hij nog twee kinderen bij, Willem en Mechtel. En door het nadere boedelscheiding tussen die Willem en die Mechtel, dus kinderen uit zijn tweede huwelijk, weet ik dus dat hij twee keer getrouwd is geweest. Waarschijnlijk heette die Vos. De helft van zijn kinderen noemt zich Vos en de andere helft van zijn kinderen noemt zich Ridder. Maar hij is waarschijnlijk op
op het slagveld door de hertog van Brabant tot ridder geslagen. Jan de Eerste van Brabant die was nogal makkelijk met het verlenen van het ridderschap. Overigens niet van adel hoor, je werd niet in de adelstand verheven. Maar er is van hem bekend, en ik weet dus dat mijn voorvader weer boogschutter was, dat weet ik ook. Er is van hem bekend dat hij in de slag bij Roeringen in 1288 bijna het onderspit delfde, de helft van Brabant. En toen werd hij op het laatst gered door zijn leenman, de heer van Aarschot, die op het eind van de slag met 40 boogschutters aan kwam zetten en de slag deed kanten. En toen heeft hij de heer van Aarschot, die heeft hij een hogere adellijke titel gerecht, wat ook die graaf is geworden. En al die boogschutters die heeft hij vervolgens tot ridder geslagen op het veldslag, op na de veldslag. En ik vermoed dat, omdat ik ook weet dat mijn voorvader ridder was, en boogschutter was, ik vermoed dat hij een van die 40 is geweest. Ik denk dat hij oorspronkelijk gewoon Johannes Vos heeft geheten. En de naam Vos blijft 100 jaar in de familie. En dan verkast dat, die naam die verandert nog 3 keer. Maar ja, hier moet je maar tegenaan lopen. Hè. Ik wist dus dat hij militair was. Nou, Orten is een wijk in Den Bosch, wat vroeger de kazerne van Den Bosch was. Dus het is niet onlogisch dat die Jan Ridder daar terecht kwam in Orten als militair. En dan moet je dan maar tegenaan lopen. Gluut Poesman halen, en dan kun je nog zo goed zijn als genealoog, als onderzoeker. Als je dit geluk niet hebt, en ons geluk is vaak meer waard dan een kilo bestand. En dat wou je dan.